Dit is de burgemeester W.A. Storkschool in Dwingelo. Wij zijn onderdeel van de Stichting Talent Westerveld. En dat zijn de openbare scholen in de gemeente Westerveld. Op deze school zitten 235 kinderen. Die zitten verdeeld over 10 groepen. En mijn naam is Valentien de Ruiter. Ik ben directeur van de school. Op het gebied van ICT worden wij totaal ontzorgd door Heutink ICT. En dat is omdat wij hier op school alles weten over heiden en koeien, maar niks van ICT. Op een dag kwamen we erachter dat onze ICT-oplossing hier op school bestond uit allerlei verschillende devices. Het was een rommeltje van alles bij elkaar. En als je dan de volgende stap wil zetten om kinderen mooi adaptief onderwijs te bieden, heb je wat meer nodig. En zo kwamen we al snel bij Heutink ICT terecht. We werken al een jaar met een Chromebook. Ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind het fijner als een boek, omdat je dan ook, als je het niet weet, dat je een beetje op kan zoeken. Wij gebruiken heel veel de laptop, vooral bij rekenen gebruiken ze veel. Ze kunnen taal en spelling ook oefenen op de laptop, maar dat is ook nog wel uit boeken. En de projecten kunnen ze heel veel online doen. Ze zijn momenteel bezig met social media project, zelf onderzoeken opstellen, echt zelf onderzoek gaan doen. En daarin laten we ze heel erg vrij. Ja, je gebruikt natuurlijk nu gewoon hetzelfde wat we ook in coronatijd gebruikt hebben. Maar dan alle dagen. Want we werken nog steeds met Google Classroom. Kijk, die Google Education is een heel breed programma waar je van allerlei dingen kan doen. Waar je vragenlijsten kan uitzetten voor kinderen. Waar je de lessen interactief kunt maken. Toen er corona was en lockdown, toen konden we niet naar school en toen moesten we thuiswerken. En toen konden we op de laptop inloggen op Mo. En daar konden we alles doen en ook op FaceTime en zo. En andere klasgenoten zien. Sinds dat wij digitaal werken, scheelt het ons in het nakijken. Alles is digitaal, dus het wordt automatisch nagekeken. Je kunt bij kinderen die problemen hebben makkelijker eventjes naartoe lopen, want je ziet het direct. Je kunt opnieuw een les starten, speciaal met de uitleg voor die kinderen gericht. We zijn volledig ontzorgd. Dus we hebben een bovenschools ICT'er van Heutink, die hier om de week komt om de vragen die er lopen op technisch gebied te beantwoorden. Maar die ook periodiek de ICT'ers van iedere school bij elkaar roept om na te denken over bijvoorbeeld digitale geletterdheid. Bijvoorbeeld over social media. Hoe gaan we dat aanpakken als hele stichting zijnde? Kijk, hoe je dat vormgeeft als school, daar ben je zeker vrij in. Maar het mooie is wel om de samenwerking te zoeken. En dat doen we dus ook buiten de school. Niet alleen ons eigen team, maar ook de teams van de scholen van Talent Westerveld. Als ik kijk naar de toekomst, dan zie ik zeker mogelijkheden om met de ICT'ers van onze stichting samen met Heutink ICT te gaan kijken, hoe kan je nou digitale geletterdheid vormgeven? Is dat dan een apart vak? Of integreren we dat in alles? En wat is er dan nodig om de kinderen wereldwijs te maken als het gaat over social media? En wat moeten wij daarvan weten als volwassenen? En hoe kan Heutink ICT ons dan meenemen daarin? Want ik weet zeker dat zij daar al lang over na hebben gedacht en ons daarin mee kunnen nemen.